en leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe vlog. We hebben vandaag weer een zelfvlog. En we filmen even met mijn telefoon, vandaar dat het misschien een beetje anders uitziet. Maar mijn camera die geeft net een fout aan. Maar goed, we beginnen nu al hier de vlog. Omdat we eventjes gaan laten zien wat we altijd allemaal meenemen met het zeilen. Mocht je trouwens zin hebben in deze vlog, doe dan vast je duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren en op het belletje te klikken. Papa heeft ook wat spulletjes mee, want die is al wat eerder naar de boot om het zeil eraf te halen. Wat we in de vorige vlog hebben laten zien. En om eventjes het zeil op te zetten, zeg maar, het grote zeil. Dus hij heeft handdoek mee, had zijn eigen slippers aan en eigen drinken mee. En Mineke die heeft ook al wat spulletjes gepakt. Nou, dit heeft Mineke mee. Een lange broek met een trui, drinkfles en een tas. En Renske neemt wat lezen mee. Ik ga ook eventjes met thee zetten. Trouwens, voor als je afvraagt waar we deze thermosflessen vandaan hebben, deze komen van de Action. En ik heb wel een andere. Mijne is van het merk Dobber. Als we nog gaan lunchen op de boot, dan nemen we ook nog natuurlijk eten mee. Maar dat gaan we vandaag niet doen, want we hebben al geluncht. Dus vandaag nemen we dus geen eten mee. Nemen we wel iets anders eten mee? Of doen we dat vandaag niet? We kunnen wel wat aardbeidjes even wassen en in een bakje doen. Ja, we nemen later even wat aardbeien mee. Oké, we maken nog even wat aardbeien klaar. Nu even wat Renske mee heeft. Ik heb een trui mee. Hoe noem je dit? Een thermosfles met thee. En ik heb nog doddeldoekjes en die jaartjes en de kinderen. Ik heb eigenlijk nooit heel wat dingen mee. Ik heb meestal, nou ja, altijd heb ik dit tasje mee. En dan zit deze erin en daar heb ik dan mijn camera in. En een standaard voor mijn camera. En de GoPro zit erin. Maar voor de rest heb ik nooit eigenlijk iets mee. Ja, een lange mouwen shirt. Nee, nu neem ik een trui mee en een lange broek mee. Voor de rest neem ik niks mee. Dus ja. Ik neem eigenlijk ook nooit iets te lezen mee. Omdat ik meestal aan het sturen ben, roeien ben. Ik weet niet hoe je dat noemt. Dus vandaar dat ik eigenlijk nooit iets te lezen meeneem. Trouwens, voor de GoPro. Helaas kunnen we die nu nog niet heel erg gebruiken. Maar straks als we gaan zwemmen. Als we weer kunnen zwemmen en zo. Dan gaan we hele leuke GoPro beelden maken. Dus zorg dat je geabonneerd bent. Want dan blijf je op de hoogte van wanneer we een nieuwe video plaatsen. Oh ja, wat ik nog wel meeneem is mijn iPad. Want dan kan ik soms eventjes een vlog bewerken nog. En we nemen zonnebrillen mee. Mineke die heeft net aardbeidjes. Oh. Aardbeidjes klaargemaakt. En nog eventjes een extra bidon met water. Papa had al 3 mee. Heeft papa al 3 bidonnen mee? Ja. Oh, dan hebben we nu nog een 4e bidon met water mee. Oh. Maar goed, wij gaan dus snel onze jas aantrekken. En dan gaan we op naar de boot. Oh ja, Mineke heeft ook nog een petje mee. Die komt van en de H&M, toch? Ja. We zijn nu op de boot. En Sanne is vandaag ook mee. Dat is ons nichtje. Dus we gaan jullie weer gezellig meenemen. En we hebben ook een nieuw touw. Die zal ik nu eventjes in beeld zetten. Want ik weet niet of we dat in het vorige vlog hebben laten zien. Maar het hele touw was helemaal los gegaan en zo. Dat hij bijna losschoot. Dus we hebben even een nieuwe gekocht. We zitten nu, hier zijn we een stukje gevaren en nog even een stukje op de motor ook. En we gaan nu eventjes aardbeidjes eten. En Sanne die had nog lekkere chips meegenomen. Dus dat gaan we nu eventjes lekker eten. En nu is hier de zon weg. Oh, hier een beetje. En heel erg bedankt voor het kijken. Vond je het leuk? Dan doe je duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren en op het belletje te klikken. En tot de volgende video. Doei doei! Doeg! Jongens!